Nou, ik heb twee dingen gevonden die ik zo ontzettend vet vond. Ja. Die ik aan je wilde laten horen, maar ik ga ze niet allebei draaien. En ik denk, ik laat het dan aan een luisteraar over om te bepalen wat ik ga draaien. Je mag kiezen, Roland. Het één is een beetje naar de grond kijken als je over straat loopt, muziek. En heerlijk voor in de auto. Het is wel alternatief, je hoort wel gewoon gitaren. Ja. Maar het is wel wat rustiger of zo. Oké, dat is ook niet verkeerd. En het ander is fucking slikken metal met echt een killere vrij gewoon, jongen. Een hoop gitaren, vette screams. Maar ja, weet je, het is wel 6:10 op zondagochtend, dus ik weet ook niet of mensen erop zitten te wachten. Jawel, jawel. Maar ik ja, toen jij zei dat je van de metal was, dacht ik, oké, ik hoef deze vraag eigenlijk al niet eens meer te stellen. Weet je het zeker, ja? Ja, gewoon vol gas, altijd. Noem even je e-mailadres als mensen klachten. Ik moet gewoon uitgaan. Noem even je e-mailadres als mensen klachten hebben, kunnen ze jou even lastigvallen. In plaats van dat ik weer via de sms'en. Dat is dikke vinger en hotmail.com. Kan je al je klachten naartoe sturen? Heel goed. Beste Roland, het is de band Undone. Okay. Misschien dat je ze ook wel kent. Het is, weet je, het is geen ouderwetse metal. Het is wel van redelijk modern. Ja. Maar ik vind dat ze het echt heel goed gedaan hebben. Want het refreintje is supergoed. En we weten allemaal, zeker als metalfans, een goede metalplaat is eigenlijk net een popliedje, maar dan heel hard. Want het refrein moet gewoon goed zijn. Dat is belangrijk. Dat is waar. Dat is absoluut waar. En voor de rest gewoon keihard blazen. Ja, nou, ik zou zeggen, draai die shit. Coming Home heet die, Roland. Lekker, dankjewel. Is bij deze op 3FM.
naar dikkevinger@hotmail.com. God, wie net Roland hebben. Lekker zeg. Heerlijk. Ik denk, ik geef nog de keuze. Dan gaat nooit iemand voor metal kiezen, want het is zondagochtend. Maar ik ben blij dat het toch gebeurd is. De band heet Undone, Coming Home. Ik heb ze geselecteerd in ieder geval in mijn selectie voor de popronde. Dus het zou zomaar kunnen zijn. Ik weet niet hoe, ja. Ik moet zeggen, de rest, de competitie in de voorronde metal was niet heel erg sterk. Dus ik denk dat zij wel op gaan treden. En dat je ze dus ook live kan gaan zien. Dikke aanrader. Leuk is ook. Dit klinkt echt. Mensen met heel veel tatoeages. Misschien hebben ze wel tatoeages, maar het is niet echt te zien. Het zijn vier vrij nette jongens. Ik zag gisteren de drummer op Twitter. Die is gewoon intercedent bij Randstad. Ja, tof. Ik zal het clipje even op mijn Twitter zetten. Kan je dat ook even bekijken op je eigen tijd. @HermanDeHerman kan je hem vinden. Goedemorgen, dit zijn de Chainsmokers. Roses. Take it slow.